De wijk Hengstal moet als eerste Nijmeegse wijk van het gas af. Maar deze energietransitie gaat niet zonder slag of stoot. Ik vind het daar wat te vroeg voor, omdat er heel veel informatie nog niet is. En wij wel gevraagd worden om bindend te tekenen en dat doe je voor 30 jaar. En verder in het nieuws vandaag, al ruim 200 handtekeningen in Wesenhof voor nieuw bouwplan winkelcentrum. En de Oekraïense Tonja woont nu een jaar in Nederland, maar reist nog geregeld af naar haar thuisland. In 2050 moeten alle huishoudens van het aardgas af zijn. De overheid wil hiermee de CO2-uitstoot verminderen. Bomenbuurt Hengstal is als eerste aan de beurt binnen de gemeente Nijmegen. Inwoners moeten nadenken over de energietransitie van hun wijk. Inmiddels is dat een hersenkraker geworden die veel vragen en discussies oplevert. Een oplossing voor de verduurzaming van de Nijmeegse wijk Hengstal zou het buurtenergiesysteem zijn. Een geluidloze warmtestation dat vanaf het dak van het Erika Terpstra-bad woningen verwarmt via een ondergronds leidingnetwerk. Maar niet alle buurtbewoners staan te springen om de eventuele komst van dit systeem. Op dit moment loopt er een draagvlakmeting in de buurt om te kijken of mensen mee willen doen. En dat gaat met een bindende handtekening. Nou, ik vind het daar wat te vroeg voor, omdat er heel veel informatie nog niet is. En wij wel gevraagd worden om bindend te tekenen en dat doe je voor 30 jaar. En het is nogal complex, het is heel veelomvattend. We moeten een soort van eigen bedrijf beginnen. De volgende stap in het project wordt pas gezet als 70% van de bewoners akkoord gaat en het systeem aan een aantal voorwaarden voldoet. Een groot onderdeel van dit project is om de regie over het energieverbruik vooral aan de inwoners zelf over te laten. Wat ons ideaalbeeld ook wel is, is dat de mensen ook uiteindelijk zelf gaan over hun warmte en ook over de manier waarop dat aan hun wordt geleverd en welke tarieven, et cetera. En dat is best spannend. Nu zijn ze niet in die hoedanigheid actief. Dit vraagt ook wat aan je voorstellingsvermogen. Hoe kom je daar? Nou, ook daarin kijken hoe we daar mensen in kunnen begeleiden. Volgens Renate worden inwoners niet voldoende betrokken, omdat er volgens haar te weinig informatie wordt gegeven aan bewoners om een weloverwogen keuze te maken. Samen met medebuurbewoners gaat ze zelf op onderzoek uit naar informatie over het buurtenergiesysteem en verduurzaming. Want zij geven aan dat wij 27% CO2 met dit systeem gaan besparen. Maar dat zijn jaargemiddeldes waarmee gerekend is. Dus dan stel je hebt een elektrische auto. Die moet je zeg maar om de zoveel tijd opladen. Dat doe je het hele jaar door. Dan kun je deze cijfers prima gebruiken. Want dat is stroom die je het hele jaar door gebruikt. Maar dit systeem verbruikt de meeste stroom in de winter. Juist in die maanden nauwelijks groene stroom is. Dus dan gebruik je grijze stroom. Waardoor je CO2-uitstoot veel meer is dan wat wordt gezegd dat je 27% gaat besparen. Deze informatie verspreiden Renate en haar groep via een brief met hun medebuurtbewoners. Bewoners twijfelen nu wat wel of niet goed is. En je merkt dat op het moment dat het heel concreet wordt, ja, dan wordt het ook veel tastbaarder voor mensen. En dan gaan natuurlijk ook mensen zich terecht afvragen, van, ja, is dit nou voor mij een goede oplossing? Er zijn altijd kritische geluiden geweest. Die zijn nu versterkt ook wel door een aantal mensen die daar echt grote twijfels bij hebben. Dat mag ook bestaan. Hè? En wat wij proberen is om daar ook gewoon open gesprekken over te voeren. Dat moet van twee kanten komen. En waar we dat doen, waar dat lukt, is dat heel fijn. Maar ja, dat levert ook wel een spanning op. En ik denk dat dat in heel Nederland speelt. Dat is niet uniek voor deze buurt. Er worden verschillende informatieavonden georganiseerd. En bij Woonwaarts zijn er ook keukentafelgesprekken in te plannen. De buurt heeft tot 7 juli de tijd om wel of niet akkoord te gaan. De politie heeft dinsdagmorgen een 56-jarige vrouw uit Elst aangehouden. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing en vermoedelijke dood van een 57-jarige plaatsgenoot. De man is sinds september 2022 spoorloos en de politie doet sinds die tijd onderzoek naar de vermissing. Er zijn veel scenario's mogelijk, maar het meest aannemelijke scenario is dat de man niet meer leeft en de vrouw daarbij betrokken is. Dat vertelt een woordvoerder van de politie. Bewoners van de Nijmeegse wijk Wesenhof zijn een petitie gestart tegen de nieuwbouwplannen van het winkelcentrum in de wijk.
De huidige plannen stuiten op veel weerstand, omdat het pand met 12 verdiepingen te hoog zou zijn. Middels de petitie eisen de bewoners nu een nieuw bouwplan voor het winkelcentrum dat 6 jaar geleden afbrandde. De petitie is al meer dan 200 keer ondertekend. Begin juni neemt de gemeenteraad een beslissing in deze zaak. De avondvierdaagse van Nijmegen Noord doet via Facebook een noodoproep. Ze komen namelijk nog steeds vrijwilligers tekort om het verkeer te regelen tijdens het evenement. Zonder voldoende verkeersregelaars kan de avondvierdaagse niet doorgaan, zo melden ze. Mensen die willen helpen en tussen 6 en 9 juni een avondje over hebben, worden gevraagd zich aan te melden via de website van de organisatie. Gemeente Druten laat weten dat er woensdagavond een dorpsbijeenkomst is in Deest in het kader van het project Druten 2040. Bewoners wordt gevraagd mee te denken over het wonen, werken en leven van de toekomst in de gemeente. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via druten2040@druten.nl. En de Zevenheuvelenloop laat via Facebook weten dat volgende week donderdag de inschrijvingen worden geopend voor de Zevenheuvelenloop en Zevenheuvelennacht van dit najaar. Dat is op donderdag 1 juni. De hardloopevenementen vinden dit jaar plaats op zaterdag 18 en zondag 19 november. De oorlog in Oekraïne is inmiddels al meer dan een jaar aan de gang. Verschillende Oekraïners zijn gevlucht, zo ook Tonja. Sinds een jaar woont ze samen met haar zoon en hond in een gastgezin in Beuningen. Toch reist ze nog geregeld af naar het land, niet om familie of vrienden te bezoeken, maar om samen met Maurits Klaver uit Puifluk ingezamelde spullen te brengen die nog altijd hard nodig zijn. For me was necessary save my child, my son, and of course my doggie. Vlak na het uitbreken van de oorlog is Tonja samen met haar zoon naar Polen afgereisd. Daar kwam ze Rob Peters van de stichting Samen voor Oekraïne tegen. En die heeft de Oekraïners meegenomen naar Nederland. Al vrij snel kon Tonja bij een gastgezin terecht. I have around me only good people. And I'm really happy from this. Take care of my son when I go to in a trip. And I trust him because I know if something happened with me, my son is safe. Want Tonja reist nog regelmatig naar Oekraïne om namens de stichting de ingezamelde spullen te brengen. Tijdens de reis heeft ze contact met militairen in het front. Om aan hen te denken, verzamelt ze onder meer badges. All patches is really important for me. Really necessary, but this one, it's this my dispatch from my brother. He also stay in the front. In this year, I see him only one time. This watch also present me my one friend. This watch was in Bakhmut, Solidar, in all danger places. This is from boys in hospital. Some boys, they never walk with her legs because they really, but if you ask him, you go in the front to save your country, and all boys says yes. Nog altijd is het volgens de Oekraïner belangrijk om spullen naar de grens te brengen. I think now it's more necessary because a lot of foundation they close because they don't have so many donate. You know, when war is almost more like 1 year, and many people they say, oh, we're tired, we don't have power from helping, but. I don't understand how this retired, because guys on the front, they believe me, they tired more, yeah. but you don't, they never say about this retired. Wel wil Tonja de Nederlanders bedanken die spullen doneren. Of course, I want to say from all Dutch peoples, hartelijk bedankt, wel allemaal voor alles doen. War not stopping, and we need stop war now. We need. I believe Ukraine win, because if not, it's nobody knows what happened.
We hebben momenteel met wat middelmatig weer te maken. Het is prima toeven met zon en aangename temperaturen. Maar tegelijk is het ook wat fris voor de tijd van het jaar. Ook morgen zullen we daar nog even mee moeten doen. We krijgen een mix van zon en wolken. En heel misschien valt er een klein buitje in de regio. De temperatuur komt uit op zo'n 16 graden. De dagen erna doet de temperatuur een klein stapje vooruit met zo'n 17 à 18 graden. Het blijft droog en de zon is vaak aanwezig. Houd er wel rekening mee dat de zonkracht deze dagen vrij hoog is. Een onbeschermde huid kan dan al binnen een half uurtje verbranden. In het Pinksterweekend gaat de temperatuur nog iets verder omhoog en wordt het ruim 20 graden. En het was het RN7 Regio Nieuws en tevens ook mijn laatste uitzending. 10 jaar geleden begon ik als verslaggever bij de lokale omroep van Wijchen. En de afgelopen 5,5 jaar heb ik mezelf verder mogen ontwikkelen als journalist en presentator bij RN7. En nu is het dan tijd om mijn adelaarsvleugels verder uit te slaan. Ik wil iedereen bedanken die ik de afgelopen jaren heb mogen interviewen, waarmee ik heb mogen samenwerken en natuurlijk mijn collega's. Maar vooral wil ik jou als kijker bedanken voor het kijken. En blijf dat ook vooral doen, want morgen is er weer een nieuw RN7 Regio Nieuws. En namens de redactie zeg ik voor de allerlaatste keer graag tot morgen. Ja, dat is leuk. Ja. Dank je wel.